Tulsa, een stad gebouwd op olierijkdom. In de hele Oklahoma werkt 10% in de olieindustrie 150.000 mensen. Mensen zoals Rance Allen. Hij werkt voor kleine olieproducent Keener Oil. So this is the local gold? It's local gold, yes. It comes out mixed, oil and water fluid, then it'll separate. Deze ene ja-knikker, deze aardoliepomp, haalt elke dag 7 vaten boven, zo'n 1100 liter ruwe olie. In Oklahoma zijn zo'n 3000 kleine olieproducenten actief. Oklahoma is de 4e olieproducent van heel de VS. De hoge prijs van de olie is goed nieuws voor de lokale olieboeren. Dewey Bartlett is de baas van Keener Oil, dat al meer dan 100 jaar bestaat. Hij relativeert de hoge olieprijzen. It's very cyclical. It goes up and then it goes down, then it goes up, goes down. It's been that way for as long as I can recall. Zomaar meer olie bovenpompen gaat niet. Zo simpel is het niet. Olieboren is riskant en succes is niet gegarandeerd. If we make a decision to spend a whole lot of money and drill a well today, we have to assume that it's going to be a good enough well that when things are low, it'll still make a little bit of money, or at least break even. So we're not in the business of trying to drill wells just to make a few barrels a day, because that doesn't pay us back. Rance vindt de slechte naam van de olieindustrie onterecht. In oliestaat Oklahoma vinden ze olie een kwestie van nationale veiligheid. I believe we all should produce more oil in the United States. We have it, we can do it. Cleaner than anybody else in the world. It would help not giving funding to our adversaries. Hoe de oorlog in Oekraïne de rol van olie weer helemaal op het voorplan heeft getrokken.